Het Huis voor de Binnenstad organiseerde dinsdagavond een ondernemersavond in de Stevenskerk. Nijmeegse centrumondernemers kregen de kans om hun projectideeën voor het nieuwe Binnenstadfonds te pitchen. De brainstormsessie was verdeeld in drie verschillende rondes. Een eerste ronde waarbij ideeën voorgelegd werden, dan een ronde waar keuzes gemaakt werden. En tenslotte een kans om terug te kijken naar de uitgekozen ideeën. Maarten Mulder van het Huis voor de Binnenstad gaat nu aan de slag met de plannen die dinsdagavond opgeleverd heeft. Het doel is dat we de ideeën die we nu opgehaald hebben in eerste instantie gaan trechteren. Gewoon eens even kijken van nou, wat kan niet. Waarbij we wel gezegd hebben, geen idee is te gek. Maar goed, uiteindelijk kom je natuurlijk wel vanuit het budget wat er ligt, zul je wel echt keuzes moeten maken. Voorwaarde is dat de ondernemers zelf ook voor een deel kunnen bijdragen. Dus het is een cofinanciering constructie. En nu is de eerste stap dat we dus de selectie gaan maken uit de ideeën die er binnengekomen zijn. En op basis daarvan dan die selectie gaan maken. En dat verwachten we eigenlijk nu de eerste 2-3 maanden scherp te krijgen. De ondernemersavond leverde ongeveer 100 ideeën op van enthousiaste ondernemers. Bij elk idee werd gekeken of het te realiseren is of niet. Een extra parkeergarage bouwen wordt lastig volgens Mulder. Maar de aanleg van een nieuw groenplein zou bijvoorbeeld wel kunnen. En met name het enthousiasme rondom het inbrengen van de ideeën, daar kun je dan toch wel van merken dat best veel mensen eigenlijk gewoon met plannetjes rondlopen, maar ja, zijn primair gewoon met hun eigen bedrijf bezig. Dus die kunnen dat verder ook niet altijd weer handen en voeten geven. En dat was wel erg leuk aan deze bijeenkomst, dat die mogelijkheid er was en dat er ook echt gretig gebruik van gemaakt werd. Ook de uitreiking van de Blauwe Steen vond bij de ondernemersavond plaats. De Blauwe Steen is een onderscheiding voor iemand die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de binnenstad. Die heeft als journalist natuurlijk heel veel onderwerpen in de stad aan de orde gesteld. Maar heeft daarnaast ontzettend veel betekend in het enthousiast maken van de Nijmegenaar voor alles wat rondom de Waal eigenlijk gebeurt. Ze heeft heel veel waaltochten georganiseerd met een enorme grote groep enthousiaste mensen die daar die steeds groter leek te worden. En hij heeft echt de historie van de stad meer op het netvlies gekregen bij mensen. En dan gaat het eigenlijk met name om de herdenking rondom de brandgrens. Dus het bombardement wat geweest is op 22 februari. Daar is lange tijd weinig aandacht voor geweest. En hij is wel een van de initiators geweest die gezorgd heeft dat daar veel meer aandacht in de stad voor is. En wat de stad en we met elkaar ook verdienen, die aandacht daarvoor.